Hey Cora, kijk eens wat ik nou heb. En je, weet jij wat het is? Je mag 3 keer raden. Het is wel een apart ding, hè? Ja, ja, ja. Een keukenklok. Mis. Een 2. Kerkklok. Heel klein kerkje, Cora. Heel klein kerkje. Nou, Madurodam. Een prikklok. Cora, 3 keer fout. Weet je wat? Ga jij nou maar weer lekker je vogeltjes prijzen. En dan zal ik wel even zeggen wat het wel is. Want het is inderdaad een duivenklok. En dat weet ik dankzij mijn achterbuurman. En dat is een gewezen, maar geduchte duivenmelker. En de vriendelijkheid zelf. En die heeft mij alles daarover verteld. Het is een zogenaamde constateur. Iemand die de tijd vaststelt hoe lang de duiven erover vliegen. En hij heeft een inktlint zit erin en er zit papier in. En het is een zogenaamde bensing, ontworpen in 1902. Maar deze is uit 1965, wel nog met, nee, geen duivenstaartjes, maar wel de oorspronkelijke zwaluwstaartjes erin. En kijk maar, er is erin. Hier zie je die ringtrommel. En je ziet het inktlint. En je ziet de kokertjes. En dat gaat als volgt. Als je duiven meedoen aan een vlucht, dan ga je ze natuurlijk eerst inkorven. Dan gaan ze naar de vereniging. En dan worden ze opgestuurd naar Parijs, naar Brussel, Antwerpen, Barcelona. En dan worden ze losgelaten. En dan op de vereniging heeft iedereen zo zijn klok. En die wordt gelijkgesteld met de verenigingsklok. Dan gaan ze naar huis en dan gaan ze wachten, wachten, wachten. En ja hoor, daar komt hij. En dan is het de kunst dat hij naar beneden wil vliegen. En niet uitgebreid nog eens eventjes rondjes gaat doen over het plein. Nee, gelijk naar binnen gaan. En dan wordt zijn duivenringetje eraf gehaald. Hij heeft 2 ringetjes. Eentje voor het zijn eigen nummer. En dit is het vluchtnummer, een elastiekje. Dat gaat eraf. Dat gaat in zo'n kokertje. En dan doe je hem erin en dan draai je die klok hier en dan is die vastgesteld. En dan komt er hier een print uit, kijk. Oh ja. Zie je dat met een klokje erop? En dan is de tijd. En zo werkt dat. Ik vind het een geniaal instrument. Ik snap er niet alles van, maar ja, als ik het niet weet ga ik gewoon weer naar mijn buurman. En die komt dag en nacht dat uitleggen hoor, die weet dat wel een beetje. En dan eens kijken, Cora, er is natuurlijk, ze worden niet alleen gebruikt om prijzen te winnen, hè, maar ook als postduiven, als boodschappers. Ook, en dat moet je eventjes weten, want dat is voor kunsthistorici belangrijk. Die duiven, dat zijn als het ware ook de postbodes tussen hemel en aarde. Ze zweven als het ware op de adem van God en krijgen dan een gedachte mee en die fluisteren ze in bij mensen. Vooral als het een beetje moeilijk is. En je moet eens opletten op middeleeuwse schilderijen. Als je daar een duif ziet, ja? Ja. Dan moet je niet denken, oh duifje, lekker voor de soep. Nee, dan moet je denken, hey, God is wel heel goed bezig geweest weer. Maar Cora, ik hoop dat ik je nou een beetje geprikkeld heb en dat je ook door hebt dat zo'n duif niet alleen maar een vogel is, maar ook symboliek. Kun je mij er ook een paar voorbeelden van geven? Het heeft met liefde te maken. Liefde, heel goed. Torteltjes. He? En inderdaad, vredesduif. Dat vrede? Ja, denk aan die geweldige duif van Picasso met die olijftak in zijn bek. En dan zijn we ook weer eigenlijk bij Noach. Oh, er zitten zoveel verhaallijnen in. Je hebt de hele literatuur kun je eigenlijk behandelen naar aanleiding van een duifje. En de hele theologie. En de hele, nou, van alles eigenlijk. Ja, wat eigenlijk niet. Je zult wel gedacht hebben, wat ziet die er uit? Prachtig. Vind je het een beetje too much? Lekker ordie. Oprecht. Ordie is gewoon. Dat, goed. Nou, goed. En dat heeft een speciale reden, want, ja, oh, dat zou ik bijna nog vergeten. De Bijbel, Cora, koning Salomon schrijft, je bent zo mooi, vriendin van mij. Je bent zo mooi, je ogen zijn duiven. Nou,
En nu ik het toch zo gezegd heb, zal ik me ook laten gaan. Want het is een hele bijzondere opname vandaag. Het is namelijk de 25e opname. Dus we zijn al voor zilver. En dan wil ik je vragen, Cora. Wil jij... Och, heden. Wil jij voor goud gaan in goede en in kwade kringloopdagen? En wat is hierop uw antwoord? Ik ben helemaal ontroerd. Ja, ja! Champagne, champagne! Op naar de 50. Proost, meisje. Tjoepie, tjoepie. Oh, wacht. Ja. Oh, Cora, de prijs nog, de prijs nog. Wat denk je? Wat denk je? 25 jubileum, 25 euro. Nou, weet je wat? De helft. 12,50 voor de vroege vogel. Ja? Yeah? Oké, proost weer, hè? Ja.